Vorige week in Campus Eindhoven vloog Ron naar Amerika om het robotseizoen te openen. Ja, hou op, Lester. Hou van de Netherlands. Kon Ilona na 4 maanden haar vriend weer in de armen sluiten. En zagen we eerder de groep hun eigen outfits maken voor animebeurs Tsunecon. Want over 2 weken hebben we de grote activiteit waarvoor dit de voorbereiding is. Campus Eindhoven volgen we 6 technische studenten die een studie volgen aan de Technische Universiteit en Fontys. Na alle voorbereidingen is het eindelijk zover. De groep gaat naar de grote animebeurs Tsunecon. Ja, toen begon het eigenlijk allemaal in de parkeergarage. En dan zie je allemaal van die rare mensen. Nee, andere mensen zie je hierop afkomen. En dan ga je zelf ook je pakje aandoen. De eerste indruk toen ik binnenkwam was, oh mijn god, waar ben ik beland? Maar naarmate ik een beetje met mensen ook met die jongen in gesprek raakte en ik herken wel echt hun interesse. Of ja, ik herken het niet, maar ik snap waarom ze dat hebben. Dat ik nu mee ben geweest vind ik helemaal niet zo erg. Ja, volgens mij vonden ze het allemaal best wel gezellig en leuk. Er is ook een grote groepet in Japan of niet? Ilona is heel rijk maar op. Goed hoor, ja toch, ja toch. Dus ik ben blij om te zien dat zij ook enthousiast waren. De mannen openen de dag met een intensieve dans. Hey, lekker Marco. Jezus, nee. Hey, gast, zitten wij allemaal te oefenen op easy mode en dan zet jij hem in één keer op een of andere idioot. Ja, de eerste conventie is heel erg goed bevallen. Ik vond het gezellig. Heel veel leuke cosplays gezien. De sfeer is heel leuk. De mensen zijn heel open. En als ze je herkennen, dan roepen ze zo, oh, je bent Chichi. En dan, dat is gewoon heel leuk. Heel leuke sfeer. Ja, dat zeggen ze. Ik ben Goku. Volgens mij moet jij in de Efteling zijn. Ja, dat denk ik ook. Oké, waar zijn de schaars geklede vrouwen? Annelieke helpt vandaag mee op de bedrijvendagen van de Technische Universiteit en heeft dankzij haar zus een leuke taak. Samen op de bedrijvendagen. Dit is een dag waar allemaal bedrijven die geïnteresseerd zijn in technische studenten kunnen langskomen om studenten te recruiten eigenlijk. Ik moet koffie uitdelen vandaag. Het is heel leuk. Thee voor de liefhebbers. Ik heb koffie, koekjes. En worstenbroodjes. We krijgen ook nog een gratis lunch, dus we hoeven echt niet te klagen hier. En gratis avondeten vanavond ook nog. Ik ga hier dik vanaf, denk ik. Nee, Willemijn die vroeg of ik wilde helpen. En ik kan natuurlijk geen nee zeggen. Willemijn is mijn zus, ja. Ik heb wel het leukste plekje. Het is echt een stom hoekje dit. Ik lijk heel erg op mijn moeder. En Willemijn lijkt wat meer op mijn vader. Ik ben van de melkboer, of zij. Ze heeft niet zo'n heel erg goed ritmisch gevoel, maar ze kan wel heel erg losgaan. Nee, Annelieke is ook meer de creatieve en de muziekeling. En ik ben misschien net wat gevoeliger op dat soort dingen. Ik weet niet zo goed wat het grootste verschil is. Ron is onderweg naar zijn ouders. Onderweg geeft hij ons een kijkje in zijn liefdesleven. Ik ga nu naar Lagemieren, dorp. Waar ik geboren ben. Ik heb 2 vriendinnetjes gehad. Eentje in Apert, wat verder weg. Maar die is verder richting Eindhoven. En eentje in Reuzel. Als ik met iemand in een verkeer of relatie ga, dan wil ik er gewoon zeker van zijn. Het is ook wel intieme dingen en dingen waar je met elkaar gaat delen. En ik ben niet iemand die zomaar iemand op de stad tegenkomt en dan daar mee naar huis gaat. Niet.
Marco hoopt vandaag zijn BHV-cursus af te kunnen sluiten. Maar hij zal eerst nog een paar testen moeten doorstaan. Wat is er gebeurd? Ik ben gevallen. En dan lag je scherp voor me. En dan ben ik ingevallen. En die bloedt heel erg. Ik ben deze BHV-cursus begonnen omdat ik ten eerste wel wil weten wat ik moet doen. En ten tweede, omdat ik ook bestuur doe bij Kinzin, is het handig dat als er een groot evenement is, dat er voldoende BHV'ers aanwezig zijn. Oh, ik kan voor iemand dit alsjeblieft, die vieze doekjes aanpakken. Ik doe hem niet te strak. Oh. Hij mag best een beetje strak zitten, hij moet de bloeding tenslotte stoppen. Hè? En toen ik bij mijn voorzitter de sok uittrok, dat wel, voelde ik me niet echt ongemakkelijk. Maar het was meer zoiets van, ja, je hebt stinkvoet, ik wil van die sok af. Nou gaan we het een beetje ondersteunen. Ik ben genezen! Wow. Ik vind het vooral ongemakkelijk, ja, als je wat dichter bij elkaar komt. Dus gewoon, ja, zo elkaar de hand verbinden, ja, dat is niet erg, maar was ook op een gegeven moment, dan moest je de ademhaling voelen. En dan moest je dus echt, ja, ik zat dan toevallig bij een meisje, moest je echt tussen de borsten en op de rug moest je gaan voelen of dat ze ademt. En dat is dan wel ongemakkelijk. De pannen worden uit de kasten gehaald. Ilona en Stefan staan achter het fornuis om hun specialiteiten te laten zien. Ik ben niet zo'n hele goede kok, moet ik eerlijk bekennen. En Stefan gelukkig wel. Aardappeltjes, speciaal zoals de vader altijd maakt. Hij heeft goed afgekeken. Ja. En dan is het wel echt heel lekker, moet ik zeggen. Ja, aardappeltjes zijn altijd wel echt heel lekker. Krieltjes. Van mijn vader geleerd. Meestal kook ik gewoon voor heel veel keren in één keer. En dan vries ik het in. Lekker makkelijk. Ik krijg nooit zo lekker aardappeltjes als van mijn vader. Wel bijna, toch? Nee, als je niet genoeg geduld hebt. Oh, als je niet genoeg geduld hebt. Nee, het ziet er wel lekker uit. Ja. Ja. Lekker schat. Ben je klaar? Ja, ja. Zwaar. Op Tunnekant zoekt de groep ondertussen naar de befaamde karaokezaal. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Als de vrouwen volgen, dan volgen de mannen vanzelf. En je raakt iedereen hier de weg kwijt, dus yes? Nog een keer? Ushita yakuzo kuwa hoshi ni omoide wa tokenai. Proberen een portemonnee binnen te harken. Hoeveel van deze? Ik vind deze portemonnee wel leuk. Dankjewel. 5 euro, dat is heel normaal. En nog meer van zo'n soort? Iets goedkoper? Andere prijsklasse? Nee, ik heb er dus even. Geen 18,95. Voor een tientje of zo, dan zou ik hem nemen. 13 euro. 13 euro en ik nou voor ja? Wat derde? Alsjeblieft, jongen. Je mag wel in plaats van die Ajax moeten nemen. Ik vond het een heel interessant dagje. Heel veel andere mensen gezien. Mensen die andere dingen leuk vinden. Ik kan erom lachen. Aurelle heeft een bijzondere bijbaan. Ze verdient geld met fotoshoots. Vandaag mag ze poseren op de Veluwe. Ik vraag een fotoshoot. Dat gaan we op locatie doen, buiten. En daarvoor word ik nu eerst opgemaakt, haar gedaan. Nou, dit zijn de kledingsetjes die ik vandaag aan ga doen. Ik hoop dat ik deze aan mag. Dit is de leukste. Dan zou ik eerder voor deze gaan, denk ik. En dit? Wat is dit dan voor? Ik ben er helemaal klaar mee. Het is maar niet regen.
het begin is nog een beetje ongemakkelijk en dat is voor mij nu ook hoor. Gewoon zelf poses bedenken en zo die niet te geposeerd zijn. Kun je zin zoeken? Als je een beetje dit doet. Ja. Ook als je opzij staat, dat je zo richting het kamer. Dan krijg je een mooie kaaklijn. Ja. Kunnen alle kanten op. Dan heb ik de heide nog wat te doen. En het weer zit mee, gelukkig. Dus. Dit is nu de zesde keer dat ik dit doe. Deze fotoshoot is ook gewoon een beetje bruin te worden. Ze doet het heel goed. Heel tevreden. Tijd voor de toets. 20 vragen, 60 antwoordmogelijkheden. Zou Marco zich na deze toets een officiële BHV'er mogen noemen? Ja, het was pittiger dan ik had verwacht. Er waren echt een paar vragen, daar moest je wel over nadenken. En dan kon je niet zomaar alleen de antwoorden lezen. En ik had uiteindelijk maar één fout. Creatieve duizendpoot Corbin is voor zijn studie werktuigboekkunde druk bezig met een wel heel bijzonder project. Wij zijn onze intelligente muizenval in elkaar aan het zetten. Ons project voor de Fontys. Dit is zeg maar de 3D-tekening van onze muizenval. Die hebben we zelf ontworpen vanaf scratch. Dit is de losse doos met alle panelen en alle popnageltjes sowieso erin. Dus nee, ik vond het altijd leuk om dingen te klussen. En dat is werktuigbouwkunde eigenlijk toch wel. Nu heb ik ook gezien dat werktuigbouwkunde. Dit is ook het ontwerpgedeelte en dan het vervolgens maken. En ja, dat vind ik geweldig. Dit apparaat moeten wij 2 maanden lang moeten wij dit gewoon in het veld kunnen laten staan. Dus nu zijn ze een of ander systeem aan het bouwen dat het computertje zichzelf altijd uitschakelt. Maar dat hij wel op tijd wakker is om de volgende muis te vangen. Ik denk dat we misschien in tijdnood komen. En ik moet zeggen, wij als werktuigbouwkundige, als mechanica, wij zijn uiteindelijk best wel veel opgeschoten. En hun hebben zich een klein beetje verkeken in het werk, denk ik. We at the moment we have a problem with the microcontroller. We are not sure how to program it. But I wouldn't say we started too late. Every time when we had a project, we always had such big problems that we were not able to finish it. And this time again. Dit is zeg maar het bouwpakket wat we zelf hebben gemaakt en dat mogen we nou in elkaar gaan zetten. Maar ja, zoals je ziet, het past allemaal net niet. De muis is volgens mij zo groot. Denk ik. Maar wij moeten ook ratten kunnen vangen. Ratten die kunnen 25 centimeter zijn. Plus een staart van 25 centimeter eraan. Er zijn ook 50 verschillende ideeën in zijn hoofd die allemaal moeten gebeuren tegelijkertijd. Dus dat is soms wat lastig, maar hij is wel enthousiast. Ron is aangekomen bij zijn ouders in Lagemierde om hem bij te praten over Amerika. Hoi! Alles goed, jongen. Alles goed verlopen? Ja, wel moedig, maar niet zoveel kunnen slapen op het vliegveld of vliegtuig. Wij zijn zelf nog nooit in Amerika geweest. Nee. Ik heb niet zo het idee dat het de kosten van zijn studie gaat. Het is voor ons gevoel ook een meerwaarde. Hij is natuurlijk heel jong eigenlijk begonnen aan die studie. Hij was nog maar 17 toen hij al eraan begon. En eigenlijk ook al op kamers ging. Dus omdat hij tegen zoveel dingen ja zegt. En dat hebben we hem wel proberen daar een beetje af te remmen. Dat hij moet leren dat hij af en toe ook nee mag zeggen. Yes, gaan we weer eens naar Eindhoven. Volgende week in Campus Eindhoven. Legt Ilona uit wat de studie inhoudt. Ik zie op elk punt dat hier zit een C'tje, zo in als hier. Zet Marco op de planken. Met die vrouw een harem waren begonnen, dat wij naar. En ontwerpen Ron en zijn team een robot. Ik wil je, I don't want to afkraak your idee. I don't think you're going to suck a ball up with an nylon cage. Houdoe. En kijk dit in. Trap. Hé, dat is de trap, daar mag ik even. Hier. Kan ze even komen hier drinken? Oh, ja. Wat een goede meeting op de wc.
Thank you.